Ja, goedenavond. Ik zie dat ik er weer ben. Dan ga ik mezelf ook nog even op de computer opzoeken. Even kijken. Even kijken of ik mezelf kan vinden. Want als ik mezelf kan vinden, dan kunnen jullie mij ook vinden. En ik zie me. Ah, daar is mezelf. Ik zag mezelf even niet, maar jullie zien mij denk ik wel. Even kijken of alles goed staat. Nou, volgens mij wel. Nou, goedenavond. Leuk dat jullie er zijn. Hallo. Even kijken hoor. Ja, ik kan alles goed zien. Ik kan jullie goed zien. Nou, geweldig. Zo, haast, race. Maar ik ben daar. Het was zo'n drukke dag vandaag. Het was werken, vergaderingen met de middelbare school waar we met onze dochter graag naartoe wil afspreken. Boodschappen doen, eten koken. En dan moet ik hier alles opruimen, want ik zit aan de eettafel. Dus ik moet. Oh, het was een beetje kielen vandaag. En ik ga een beetje improviseren, want ik heb dus niet alles kunnen voorbereiden. Maar ik heb wel een beetje een idee wat ik allemaal wil gaan doen. Hallo. Plannerpagina. Nou, degene die mij vaker gezien hebben weten dat ik in allerlei planners herinneringenboekjes maak. Een beetje dat scrapbook idee, maar dan in planners. En deze planner is van Craft Emotions en die kreeg ik cadeau, heel lief. Dus die heb ik erbij gepakt en die heb ik gepimpt. Dat kun je wel zien, hè, dat ik hem gepimpt heb. Want normaal gesproken is het alleen die cognackleur. Dus zeg maar, deze kleur is het. En ik vond het wel leuk om een spijkerstof eromheen te doen en kant en nou, noem het maar op. Dus vandaar dat ik dat ook maar gewoon gedaan heb. Deze bladzijde heb ik al een keertje tijdens een live gemaakt, een paar weken geleden. Dat hebben jullie wel gezien. En deze bladzijde is het voorbeeld of een van de bloghop van herfst die we laatst gedaan hebben. Dat is deze bladzijde. En voor de rest heb ik wel veel gestanst. Het is dat prima marketing herfstpapier. Daar moet ik nog even een keer wat mee. En ik heb deze bladzijdes gestanst. En daar hebben zij, ik geloof dat elk merk dit nu heeft. Maar dit is die stans die daarbij hoort. Dus daar heb ik de bladzijde mee gestanst. Dus nou, voilà. Deze ga ik er even uithalen. Want die ga ik voor vanavond gebruiken. Zo, en deze gaat even opzij. Want die heb ik dus voorlopig even niet nodig. Het is één groot. Ik heb van alles om me heen. Dus ik heb niet zo heel veel ruimte. Dus we gaan het maar even zo doen. Even kijken. Nou, ik wil vandaag een paar foto's verwerken op een bladzijde van gisteren. Gisteren hebben we de kerstboom opgezet. Even kijken. Ja, hebben we de kerstboom opgezet en ik heb op mijn selfie, dat is een fotoprintertje, heb ik een paar foto's daarvan dat ze in pyjama meehelpen om de boom op te zetten. Hartstikke grappig gezien. Nou, die vind ik wel leuk om te verwerken. En ja, we hebben een nepboom. Ik kan niet tegen echte bomen. Dus we hebben een hele mooie neppert. Dus ik dacht, dan moeten zij inmiddels ook wel kunnen. En volgens mij hoef ik volgend jaar niks meer te doen. Want ze kunnen het allemaal prima zelf. Dus ik ga die foto's verwerken. Ja. En dat wil ik gaan doen met verschillende dingetjes wat ik toevallig heb. Ik heb ook nog wat oudere spulletjes. Ik denk, weet je, ik wil gewoon gebruiken wat ik heb. En dat zeg ik ook altijd tegen jullie. Kijk wat je hebt en wat je nog kunt gebruiken. Want is vaak hebben we gewoon heel veel. We hebben gewoon allemaal veel spullen. En dat is ook wel leuk als je ze een keer gebruikt. Wat ik wel nieuw heb, of tenminste nieuw, die heb ik ook alweer een tijdje. Oh, José zegt nog gefeliciteerd. Ik was gisteren, of mijn man en ik waren gisteren 12,5 jaar getrouwd. Ja, dankjewel. Ja. Ja, Bettina, ik kan ook niet tegen het echt. Ik ben helemaal onder de uitslag als het een echte in de kamer staat. Ik weet niet of jullie toevallig mijn post gezien hebben. Deze, die heb ik wel laatst. Het is van Stamperia. Een hele gedetailleerde stempelset. Nou, ik had het ook bijgeschreven, maar ik meen het ook echt. Ik verbaas me echt altijd weer. En waarom weet ik niet, want ik weet het toch inmiddels wel. Hoe ongelooflijk gedetailleerd en mooi die Stamperia stempels toch altijd weer zijn.
zo mooi. En het is ook een soort ja, klingstems, noemen ze dit geloof ik. Hè? Het zijn geen kleerstems. Maar echt zo mooi. En ik denk, ja, voor een beetje winterige pagina vind ik wel leuk om die ijskristallen te gebruiken. Echt zo mooi. Even kijken. En die ga ik vandaag verwerken met embossingpoeder. Dat heb ik. Ik kan wel even laten zien wat ik vanmiddag even snel in mijn lunchpauze heb gedaan. Oh, Stephanie, met spinnen en beestjes erin. Oh, hou op. Nee, dan staat die neppert prima hoor, naast me. Ik heb vanmiddag met witte embossingpoeder en vervolgens met, nou ja, volgens mij deze. Ik heb allerlei kleuren oxides erbij. En volgens mij heb ik die Rustic Wilderness gebruikt. En eroverheen en dan even droog wrijven met een keukendoekje. En dan komt het wit echt heel mooi naar boven. En toen dacht ik net, van zal ik dat weer in het wit doen? Of zal ik het met een gouden embossingpoeder doen? En dan is het misschien wel handig om even te laten zien met welk papier ik ga werken en waarom ik dat doe. Ach Marianne, ben ik weer onvindbaar? Ik snap er niks van. Ik sta toch gewoon in de groep. Is hij te delen? Oh nee, dat kan ik natuurlijk niet delen op de groep. Ik ga gewoon door. Dus kijken, ik hoop dat mensen het dan later nog een keer kijken als ze het willen zien. Goedenavond. Voor wie er wel nog binnenkomt. Ik ga met dit vintage Christmas papier werken. Daar heb ik al vaker mee gewerkt. Dat hebben jullie ook wel gezien. Inmiddels, kijk, ik doe er echt heel veel mee. Er zit echt van alles in. Dat is verschrikkelijk. Ik weet niet hoe jullie dat doen. Maar ik doe dan alle restjes papier. Doe ik dan weer terug in de map. En er zit dan ook nog van alles wat ik dan nog gebruikt heb in. Maar dit is dat vintage Christmas papier. Nou, en dat blijf ik mooi vinden. En er zit ontzettend veel papier in. Dus ik kan ook nog wel even doorgaan. Ik heb er heel veel kerstkaarten meegemaakt. En ik vond het nou wel leuk om ook in mijn planner te gebruiken. Dat heb ik ook al eerder gedaan. In een planner van Elizabeth Craft Design. Daar heb ik ook al een paar bladzijden meegemaakt. Maar dit is dat geweldig mooie vintage look. Dat is een heleboel hetzelfde papier. Nou, ik heb vorige keer ook al laten zien. Ik zal snel even doorheen bladeren. Het is echt heel mooi. Maar daar wil ik dus mee werken. Dat is een beetje dat vintage. En dan kan het goud natuurlijk daar wel echt ook heel mooi bij zijn op de achtergrond. En dan goud met groen en dan dat papier. Dus ik denk dat ik gewoon gouden embossingpoeder ga pakken in plaats van witte. Ja, je hebt hem gevonden, Marianne. Ik ben dus toch nog wel vindbaar. Ja, dat was vorige week ook al zo. Echt was blijkbaar heel erg onvindbaar. Dus ik ga maar beginnen met de embossingpoeder. En ik heb zo'n koffertje. Als het goed is, zit hier de goud in. Ja. Dat zit er. En natuurlijk heb ik dan ook de Versamark nodig. En ik heb even een kladpapiertje nodig om al de voeder op te vangen. Oh, je bent helemaal niet te laat hoor, Sjanne. Wel nee. Ik ga net beginnen. Ik ben toch altijd zo aan het kletsen in het begin, toch? Dus dat is wel dat tot daar aan toe. Nou, eerst maar even poeder. Om het wat minder statisch te maken. Hè. Ik denk dat iedereen het inmiddels wel kent. Zo. Dat het wel een beetje een bekend fenomeen is inmiddels. Je hebt ook van die zakjes, van die kussentjes, zeg maar, ervan. Als deze ooit opraakt, ik heb het idee dat hij nooit opraakt, maar als hij ooit opraakt, dan is dat misschien al een optie als volgende. Maar ik vind dit op zich ook prima. Hallo Erna, vanuit België, leuk. Ik maak gewoon niet de stempels na het gebruik van Versamark niet schoon. Het schijnt zelfs heel erg goed voor je stempels te zijn. Ze zeggen wel eens dat als je stempels hebt die nog niet zo goed stempelen in het begin, dat je ze eerst even in de Versamark moet zetten en dan laat drogen en dan ze daarna beter stempelen. Dat heb ik mij laten vertellen. En dat denk ik, ik doe het eigenlijk ook eigenlijk altijd zo. Dus ja, ergens geloof ik het dan waarschijnlijk ook wel. Even kijken. Nou, ik ga een beetje rondom stempelen. Want ik merkte met net dat ik een beetje aan het kijken was hoe ik het wil hebben wilde, dat het midden echt behoorlijk opgevuld werd. Dus ik ga een beetje, nou, de randen stempelen. Oh, Stephanie, zonde. Dat zijn zulke mooie stempels om te gebruiken.
Ja, ik heb een nieuwe profielfoto, Miranda. Dat was zo grappig, want ik had er eigenlijk helemaal niet zo door. Want ik denk, nou, er staat nog zo'n zomerfoto op van afgelopen juli. Laat ik eens een keertje een nieuwe foto erop zetten, want het is inmiddels toch al december. Maar dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil, dat dan iedereen dat ook ziet. Er staat een nieuwe op. Dat ben ik. Zo. Nou, die hadden we net gehad. Oh, zo'n statisch ding. Oh, sorry, Stephanie. Je bedoelde dat je dat staat antistatisch nooit. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het heel vaak vergeet om hem te gebruiken. En meestal komt het ook wel goed. Dus dan is het helemaal geen ramp om hem te vergeten. Nou. Moet ik natuurlijk wel een beetje nadenken over waar ik alles heb gestempeld. Dat is natuurlijk altijd zo lekker lastig te zien. Met verse mark. We gaan eerst maar eens even het poeder doen. Er zit niet echt super veel meer in. Ik moet eerdaags eens kijken naar een nieuwe. Zo. Ik had er hier volgens mij nog eentje. Oh, erg. Het is bijna niet meer. Kijk, het helpt ook nog niet eens 100%. Ik moet toch nog even met mijn kwastje er langs. Nou, dit deel alvast gedaan. Dan doe ik zo meteen nog een paar. Zo. Leuk dat jullie ook vanuit België kijken. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe de. Of er veel hobbywinkels en zo zijn in België. Of het daar ook een beetje leeft. Ik heb het idee, maar dat komt ook omdat ik er middenin zit. Dat het in Nederland best wel leeft. Het hele hobby gebeuren. Nou zitten we natuurlijk ook in een ja, zo'n Facebook gemeenschap waar we ook allemaal een beetje hobbyen. Hè? Zo, en dan ga ik even met de heat tool erbij maken. Over het algemeen gaat deze gouden echt als ik het snel. Dan ga ik gewoon eventjes met jullie mee kijken. Den Helder, dat is een hele andere kant, Presina. Ik heb nog wel in Callensoog gewoond. Dat is daar niet al te ver vandaan, hè? Lang geleden trouwens alweer. Kijk, deze gaat altijd zo lekker snel. Hallo Roelie. Ja, is dat zo Nancy? In Nederland meer dan in België? Want ik weet in Duitsland heb je wel een hele actieve, ja, knusselgemeenschap, om het zo maar te zeggen. En de laatste keer dat ik in Duitsland weg was, toen met mijn man, dus ook alweer bijna een jaar geleden dat we een weekendje weg waren naar Duitsland. Toen was ik in Aken, volgens mij, en toen liepen we ook langs een hele grote hobbywinkel. En toen moest ik natuurlijk wel even naar binnen. Maar rond de kersttijd waren we daar vorig jaar. Een grote kerstmarkt. En in België, ja, dat dan minder. Nou ja, er zijn wel een paar winkels hè, in België. Nou, ik wil nog een hele eventjes een paar doen. Even een grote. En dan ben ik in één keer klaar. Nee, er zijn niet veel hobbywinkels. Nee, gek is dat toch, hè? Dat is zo'n verschil is. En dan zit je er altijd met verzendkosten te kijken naar België. Want volgens mij kun je bij bijna alle hobbywinkels in Nederland wel laten verzenden naar België. Ja, ben ik altijd wel ietsje meer kwijt. Nou, als het straks allemaal weer mag, is het misschien wel de moeite waard om af en toe eens naar Nederland te komen. Een weekendje weg of zo en dan een hobbywinkel. Dat is leuk.
En als we dan weer workshops mogen volgen, dan is dat wel leuk om dan te combineren met een weekendje weg. Richting de Franse grens. Nee, ik zou... Maar jammer hoor, hè? Zo. Nou, dan denk ik dat het embossen gedeelte hierna wel even klaar is. Deze nog heel even verhitten. Zo. En volgens mij zitten er in... waar Hobby Fishing zit, in Rijzen, daar zit volgens mij... Daar vind ik juist. Hobby Fishing is gewoon een hele uitgebreide snoepwinkel, zeg ik altijd. En dan heb je in het... een beetje zuidoosten heb je echt heel veel winkels. Waarom weet ik niet. Ik denk, misschien dat dames daar dan meer knutselen. En in Noord-Holland weet ik er ook wel een paar. Het verschilt echt heel erg. Maar gelukkig heb je webwinkels. En tegenwoordig moeten we toch alles meer laten komen. De pakketbezorgers hebben het er druk mee. Oh, deze is ook echt heel mooi. Een prachtige stempel. Ik ben echt helemaal... dit is wel leuk voor alle winterprojectjes de komende maanden. Haha, geweldig. Nou, kijk. Ik heb het dus een beetje aan de randen gedaan, omdat ik het midden vrij vol plak. Dan heeft het niet zo heel erg veel zin om dat ook op. Nou, dat komt straks wel te doen. Dat was de stempel. Die kan weg. Ja, hobbyfishen, reizen. Dan wil ik dit met groen doen. Groene oxide. En dan pak ik heel even mijn craftsheet voor erbij. Het glimt een beetje. Het is een beetje vervelend even. Maar ik hoop... Het hoeft allemaal niet zo super netjes. Want dan gaat het toch weer het een en ander overheen. En dan, toen had ik zoiets van... welke kleur? Het past een beetje mooi bij dat papier. En ik denk toch die Rustic Wilderness, dat ik die de mooiste vind. Die vind ik te fris, hè. Is meer een beetje, hij heet ook Modlon, een gemaaid gras. Dit is misschien net even te donker. Dus ik ga toch voor die Rustic Wilderness. De nieuwste kleur, hè, van de oxides. Die gaan even daar. Oh, ik maak weer lekker benden van zo, hè. Nou, dan gaan we... Dit heel even wat kleur geven. Wat ik zeg, dat hoeft allemaal niet echt mega netjes. En volgens mij zijn mijn kinderen alleen maar aan het klooien in plaats van aan het douchen. Want mijn man die loopt ineens naar boven. En dan weten ze dat ik live ga op maandag. En dan mogen ze zelf douchen en zo. En dan is het meer spelen dan douchen, lijkt wel. Volgens mij gaat hij ze een beetje tot de orde roepen. Geweldig. Zo. Maar is ze nog niet aan het douchen? Oh, de kraan laten lopen. Oh, dat is niet handig. We hebben een lekkage bij de douche. En... morgen komt de loodgieter kijken wat er aan de hand is. Dus ik hou mijn hart weer vast. Want het loopt ook in de woonkamer naar beneden. Dus het is nog niet echt dat ik denk... ik ben er niet echt blij mee, maar ja. Ja, Hobby Fishing. Jeanette is echt een snoepwinkel. Die hebben echt zoveel. Ja, Roelie, ze zijn aan het kleren. Maar ze moeten niet die kraan laten lopen. Want ja, het is even snel douchen. Want ja, het is niet de bedoeling dat er nog meer water de woonkamer inloopt. Nou. Nou, zo even met een keukendoekje het goud weer tevoorschijn laten komen. En dan gaan we op gaan bouwen. Dankjewel, Anneke. Ja, 12,5 jaar. We gaan voor goud. We zitten bij koper, maar we gaan voor goud. Tijd gaat dan even goed snel, hoor, hè. Zo stiekem.
Nou, wat ik zei, het hoeft allemaal niet super netjes. Want ik weet dat ik hier ook weer wat overheen ga plakken. Dus ik stop er gewoon mee. Het gaat erom dat de kleur op zit. Oh ja, en ik zal nog even met het keukenpapier... Dit is de nieuwe kleur. Ja, dit is de Rustic Wilderness. Nou, als je dan met een keukenpapiertje er even overheen wrijft, dan komt dat goud of wit of net welke kleur embossingpoeder je gebruikt, komt dan weer zo mooi naar boven. Ja, dat is wel een beetje een kerstkleurtje, toch? Dat is wel leuk zo. Nou, die... Klaar. Deze ga ik zo even poetsen als de live klaar is. Die komt straks wel. Het op de een of andere manier heb ik volgens mij harder gedrukt. Want dit is dezelfde kleur. Maar afijn. Dus ja, wat ga je gebruiken? Ik denk dat ik gewoon deze ook graag gebruik. Ik heb, aangezien ik deze toch mocht lenen, heb ik het een en ander even gestanst. Dan gaat hij morgen weer braaf terug naar de eigenaar. En dan, ik heb de broekzak gestanst. Ik heb bijna alles gestanst. Ik pak het er heel even bij. Foto's die ik wil verwerken. En ik heb echt van alle klein dingetjes. Ik heb het labeltjes gestanst. Oh, ik had nog iets anders gestanst. Dat is zo'n... Oh, mijn handen zijn ook lekker groen. Dat is eentje van Noor volgens mij. Dat is een hertje. Ik heb deze gestanst. Zijn hartjes. Het rechthoekje. En wat ik ook heb, dat zal ik ook even laten zien, want die wilde ik er nog bij. Ik had deze nog, een Studio Light van de Essentials. En daar heb ik ook het hartje van gestanst. En deze heb ik daarvan gestanst. De Stencil SL 125. Het past natuurlijk ook prima in de plannen. Is wel leuk. Ja, wel lief dat ik het mocht lenen. Want ik had die planner gekregen van iemand als cadeautje. En mocht ik deze even lenen om de pagina's te stansen en zo. Dat is wel een lief. Even kijken. Nou, dus ik dacht, dan gaan we er ook maar gebruik van maken. Dat is wel leuk. Ik heb maar van alles. Oh, en deze kerstboompjes. Die zijn volgens mij ook nog van Joy. Tegenwoordig heb je zoveel soorten kerstbomen. En toevallig heb ik deze in huis. Wat ik al in het begin al zei. Gebruik wat je hebt. Dat doe ik nu ook even. Dit is gewoon wat ik heb. En ik kijk even wat ik ermee mee kan. En wat ik er niet mee kan. Die had ik nog over. Nou. En de foto's. Dit is trouwens van... dat papier is dus van dat vintage... Zal ik nog even laten zien. Van Vintage Christmas. Dat is dat hele mooie papier. En deze is dat niet, past er wel heel mooi bij. Die is van Stamperia. Die heeft hele mooie kerstknipvellen. Nee, meerdere hebben ze daar. Maar onder andere deze. En ik denk, oh, dat is misschien wel een mooie. Want er staat de kerstboom op. En wij hebben gisteren de kerstboom opgezet. Dus ja, ik dacht, dat past dan wel mooi bij de foto. Oh ja, past wel heel mooi bij de kleuren, hè? En dan zie je ook meteen waarom ik aan de randen een beetje die ijskristallen wilde hebben. Ja, die planner sets. Ja, die stansen, daar moet je echt in investeren, hè, Erika. Wat doe je wel, wat doe je niet? Gewoon goed kijken. Maar ik vind in elk geval één bladzijde stans wel handig als je een planner hebt. Welke planner je dan ook hebt. Want volgens mij heeft elk merk inmiddels een planner. Dus het is maar net wat je wil. Maar één is wel handig. Kijk, het hoeft niet. Je kan het ook gewoon snijden. En met zo'n van We Are Memory Keepers of zo'n perforator dan de gaatjes maken. Kan allemaal. Doe gewoon wat jij kan, wil. Ik mocht deze even lenen. Dus dan doen we dat gewoon zo. Ja, dit plaatje wilde ik gebruiken. Want ja, kerstboom. We gingen de kerstboom opzetten. En het leek me wel leuk. Om een soort... Als hij meewerkt... Tenminste, leek het me wel leuk om de broekzak te gebruiken als een soort van kiekeboe. En deze wilde ik nog hier ergens doen. Nou, ik ga gewoon even kijken. Want dit gedeelte kon ik dus niet meer oefenen. Want ik had echt vergaderingen en het was druk. Maar ik denk, ja, weet je, zo zit ik thuis ook als ik dan, bezig ben. Dan zit ik ook zo, dus dan gaan jullie gewoon mee in het proces. Ja. Ja, kijk Erika, inderdaad. Je kan ook zo'n pons kopen en dan zelf het papier snijden. Er is van alles mogelijk. Kan allemaal.
Net wat je wil, wat je kan. Nou, dit zijn dus allemaal dingetjes die ik uitgestanst heb. Ik vind die ook wel schattig. Let even niet op mijn handen. Ik vind die ook schattig. Die zijn niet met die opvouwdingetjes. Helemaal leuk. Nou, en ik heb maar gewoon even wat gestanst en gekeken van, nou, wat zullen we eens gaan doen? Ik ga deze gewoon opplakken, want die komt sowieso erop. Nou, het is wel blijven zitten. Oh, af en toe, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben met die naaldflesjes. Dan lijkt het wel alsof het uiteinde een beetje uitgedroogd is. En dan wil je niet altijd meewerken. Dat heb ik dus omdat ik hem vandaag niet getest heb. Nou, die moet ik uitprikken, wou ik zeggen. Maar ik heb ook een nieuwe tacky glue. Helemaal nieuw, dus die moet ik eerst nog dat dingetje eraf knippen. Als die meewerkt. Als het goed is, ja, doet hij het dan. Wat een lijm verbruiken we dan, hè? Ik verbaas me er wel eens over. Ik denk, jeetje, Mina, wat een hoop lijm verbruiken we met z'n allen. Ook logisch natuurlijk, met papierhobby. Maar het gaat zo snel. Even kijken. Ongeveer hier. Kan die wel? Nou, dat is al mooi. Ik ga hem lekker vol maken. Mooie, volle foto. Deze wil ik hier hebben. En die moet dan open kunnen klappen. En ik had zoiets bedacht als dit hem dan, dat ik hem eronder kan doen. Kijken hoe. Dan moet ik heel eventjes mijn... Waarvan ik nooit weet hoe die heet. Maar dan weten jullie ongetwijfeld wel... Als ik hem kan vinden, want die zit in mijn enorm grote etui. Ik heb trouwens gezien dat Vinnenberg echt ook leuke etuis. Dan denk ik, ja, nee, Diana, je hebt dan een superleuke. Van Art by, deze is van Art by Marlene. Lekker groot. Pas zoveel in deze. Ik weet niet hoe je die noemt, maar die, met die balletjes. Die, dat je zo een lijn kan trekken. Of is dat ook gewoon een embossingpen? En als ik dan mijn... Nee. Mijn liniaal kan vinden, wou ik zeggen. Nou, dan pak ik heel even deze. Dat is eigenlijk helemaal niet voor bedoeld. Maar het is een liniaal en dat gaat ook prima. Planner. Oké. Deze, wat ik weet, beantwoorden. Ik heb alleen maar deze gekregen voor Craft Emojis. Ik heb een heleboel planners van Elizabeth Craft Design. Deze past ook. Dit is de stans van de Craft Emotions. Die past ook in de planner van Elizabeth Craft Design qua gaatjes. Alleen, de planner van Elizabeth Craft Design is smaller. Dus dat papier komt tot hier. Het heet ook A5 Slim, smaller. Dus deze past niet in zijn geheel in de planner van Elizabeth Craft Design. We zouden er een stuk af moeten snijden. Maar dan kan je net zo goed de stansen kopen van Elizabeth Craft Design. Maar qua gaatjes passen ze er wel in. Dat is wat ik weet. Nou, deze eventjes zodanig maken dat ik hem om kan vouwen. Weer hier. En dan wil ik hier een tekstje schrijven. Want van gisteren, hè, dat we 12,5 jaar getrouwd waren, dat het de herinnering aan de dag een beetje opschrijven. En dan een foto erbij plakken. En deze ga ik heel even vastlijmen hiermee. De gaatjes zijn hetzelfde. Even kijken. Weet ik niet hoe dat zit met die studio light die aankomt. Want die heb ik niet. Dus daar durf ik niks over te zeggen. Dit eventjes. Ja, pocket kan ook. Maar ik wil een flapje maken. Want ik wil dat verhaal niet zichtbaar hebben op mijn bladzijde. Dat is eigenlijk mijn beweegreden om het op deze manier te doen. Je kan daar absoluut, en daar zal je ook voor bedoeld zijn, een pocket van maken. Zeker weten. Absoluut.
Deze heb ik even dubbel gevouwen en ga ik even lijmen. Dan is hij wat steviger. Die moet straks deze een beetje dicht kunnen houden. Als die vastgeplakt zit. Dus ongeveer hier. Hier. Kijk. Het is een beetje recht. Jullie zien het altijd beter dan ik. Ik zet hem even zo. Ja. Nou, hier ga ik dus later een tekstje in schrijven. En ik ga nog een foto hieronder doen. Maar ik wil hem vastmaken hiermee. En ik dacht dat het misschien wel leuk was om nog een zijkantje, zo'n tapje erop te doen. Oh Henny, had jij die gewonnen? Nou, ook de gaatjes. Nou, dan zijn alle gaatjes gewoon hetzelfde. Ja, het blijft gewoon een planner. Denk ik dan. Ik kan me vergissen. Rood. Rood. Ja, ik ga deze erop plakken. En dan zal ik ook even laten zien wat ik doe. Oh, en nu staan jullie even stil. Ja, volgens mij is het bedoeld als de... het is ook eigenlijk volgens mij gewoon een broekzak. En ik heb zelfs nog aan gedacht om het op spijkersplof te doen. Maar dan klopte het helemaal niet meer met het thema van het papier. Als ik het op spijkerstof doe. Uitstands. Dus dat heb ik niet gedaan. Waar komt deze? Die komt hier een beetje boven. En dan wil ik deze hieronder. Nou. En dan ga ik hier. En dat is gewoon. Ik weet helemaal niet of deze nog te koop zijn. Maar deze van Carlijn Design. Dat open, dicht, draai, schud. En ik dacht, als ik die had ik nog. Ja, wat ik al zei, je moet af en toe gewoon gebruiken wat je hebt. En ik denk, ik ga gewoon de open hierop stempelen. En dan weet ik later, oh ja, dat kan open. En als het goed is, heb ik een klein acrylblokje. En heb ik naast mij in de trolley. Ik heb zo'n, noem je dat? Zo'n restkoch of raskoch of trolley noem ik het altijd naast me. En dan heb ik altijd de dingen op staan die ik het meest gebruik. En dat is inkt en... onder andere potloden. En ik denk, ja, dat is altijd makkelijk om in de buurt te hebben. Open. En dat vind ik gewoon leuk om te verwerken op zo'n bladzijde. Jullie feliciteren elkaar. Ik weet niet waarmee, maar kan ik nou net even niet terugkijken. Maar namens mij natuurlijk ook gefeliciteerd. Feliciteren is altijd leuk. Leuke dingen zijn ook leuk. Zijn belangrijk om te vieren. Er gebeurt al genoeg vervelends. Nou, open stempel gedaan. Zit erop. Waar is mijn tape? Ja, zo'n IKEA raskoch noemen ze het volgens mij. Ideaal. Is dat naast me? Dan kan ik wegschuiven. Wanneer nodig. Nou, tape gaat hier. Onder. Nou, moet niet elke keer de hele ding meegaan, maar ook alleen het bovenste. Ja. Nou, kijk. Het zijn van de kleine details die het hem doen. En dan als ik hem dan open doe. En dan moet ik eigenlijk hier ook even, waar is hij? Deze gebruiken. Dan wil ik hier dus straks schrijven. En ik wilde hieronder een foto plakken. Van mijn dochter die meehelpt. Met de boom. Dus daar komen meer foto's op. En niet dat je denkt dat ik het
verstoppen of zo. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar ik... Oh, deze deed het niet. Ach, automatisch dat ik deze pak. Die moet ik echt even doorprikken zo. Dan heb ik hem een dag niet gebruikt. En dan is het weer raak. Nou. Zo kan het ook. Geef op dikkere strepen. Maar... Voilà. Oh, moet hij niet op zijn kop. Zit hij zo eronder? Ja. Nou, verstopt leuk fotootje. Geweldig. Helemaal leuk. Dat is één. Nou, dan gaan we eens even kijken wat nog meer leuk is. Ik had deze. Eigenlijk, ja, de paperclip. Die ga ik er wel in zijn geheel op plakken. En ik wilde van de... Oh, hier zijn ze allebei op. Ik wilde deze hieronder. Zo. Dat is wel leuk. Dat kan wel. Dan. Het is best leuk als ze op je bladzijde lekker... Ja, misschien dat ik er nog wel een magneetje in doe, inderdaad. Wat komt ongelukkig uit? Niks, toch? Even kijken. Deze kan een beetje aan de zijkant. Die kan hier. Ik ga hem echt vol maken. Dan ga ik deze vastplakken. En is het net alsof het toch een beetje een pocket is. Is het niet, maar lijkt. Een beetje schuin is misschien wel leuk. En wat ik ook wil doen... Deze wil ik nog even ergens gebruiken. Ik weet nog niet waar. Misschien hier. Zo. Nou, maar de kerstboom, die hoeft niet echt... Het gaat om het idee. Ja, ik ben altijd van het verstoppen van dan weer alles wat ik gebruik. En toch zie je elke keer een klein beetje. Kijk, en uiteindelijk hoef je het niet te doen zoals ik, hè. Ik ben altijd van het... Alles weer, hoort deze hier. Misschien wel leuk om daar erop te doen. Van het volmaken van de bladzijden ben ik. Even kijken. Deze is misschien wel leuk hier. Ik wil die hartjes ook nog ergens kwijt. Die kan misschien wel hier. En zo ben ik altijd aan het kijken van, maar wat wil ik waar? En die foto's, die zijn eigenlijk te groot voor deze. Maar misschien kan ik hem een beetje bijsnijden. Zodat hij er toch op past. Ja, dat kan ik wel doen. Dat is wel leuk. Ja, ik ben gewoon altijd van het volmaken. Ik vind het wel leuk. Hoop te zien. En er piept van alles links en rechts onderdoor. Ik vind het wel gezellig. Maar iedereen moet het gewoon op zijn of haar manier doen, hè. Even kijken. Ik zal eerst even die witte randen eraf halen. Dat scheelt al een heleboel. Als je dan in de selfie kan je kiezen of je wel of niet van die witte randen erop wil. En meestal kies ik dan wel. Maar je hoeft het niet te doen. Dat is helemaal niet nodig. Kijk hoe breed die is. Nou kijk, helemaal bijgesneden. Ik laat ze hoog zitten, Ria. Ja hoor, ik laat ze hoog zitten. En ik doe het gewoon, maak hem gewoon een klein beetje dat hij er overheen komt. Het zit toch hierachter, dus dat maakt niet zoveel uit. Ik ga mijn kind niet onthoofden. Ze hadden er zoveel plezier in gisteren met die kerstboom. Dat was zo mooi om te zien. We vierden voor het eerst. En Mario, had jij mij ook weer niet gevonden? Nou, gek.
Ik vind het toch maar raar hoor, dat Facebook tegenwoordig. Ik heb vorige week zo onwijs veel berichten gehad dat ik niet te vinden was. En ik, nou, ik ga toen gewoon live in de groep. Volgens mij doe ik verder niks geks. Maar ja, blijkbaar gaat het dan toch niet helemaal goed. Even kijken, deze wil ik ook nog wat mee. Die moet daar. Ik ben gewoon een beetje aan het kijken, van hoe wil ik het hebben, wat wil ik waar. En ik moet nog één fotootje, wil ik ergens nog op kwijt. En ik denk dat ik die op deze doe. Dan moet ik weer met mijn snijmachine hebben. Laat ik nou zo snel, oh ja, zo snel liggen, wil ik zeggen. Hier moet ik wel wat voorzichtiger zijn. Even dat wit er weer af. Ietsje meer. Zo. Een beetje weer kleiner gemaakt. Oh, ik vind het wel zo leuk om te doen. Een beetje dat kijken van, nou, hoe wil ik het? Waar wil ik het? En ik vind die ondergrond ook ontzettend mooi geworden met dat embossing. Klein stukje van de bovenkant. Nou, ik vind het maar raar altijd dat jullie geen melding meer krijgen. Heel gek. Ik zal toch eens kijken of iemand weet hoe dat, wat ik dan anders kan doen, dat jullie dat wel zien. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik elke week compleet onvindbaar ben. Dat is dus niet de bedoeling van de live. Ik print deze uit met de selfie, de Canon selfie 1300 of zo is dat volgens mij. En dan kies ik vier, ik kan layouts kiezen van 1, 2, 4 of 8 foto's. En dan wordt het steeds kleiner, hè? Want het papier is ongeveer zo groot. Dus als je 8 hebt, dan worden alle fotootjes klein. Als je 4 hebt, worden de fotootjes zo. Als je de 1 hebt, wordt het ongeveer 10 bij 15, hè? Standaard fotoformaat. Dus maar net wat je wil. Je kan het zelf kiezen. Ik vind het echt ideaal. Het is echt een van de beste koops die ik ooit gedaan heb. Nou ben ik kwijt wat ik wil gebruiken. Dus toch wat? Het ligt gewoon, zou je zeggen, hier. Ja, ik wilde deze hier op doen. Die vond ik hier wel leuk op. Dus ja, die foto's die... Ja, heb ik zo op die manier altijd bij de hand. Dat ik hem nog niet had, liet ik ze uitprinten. En ging ik ook nog wel eens aan mijn telefoon naar de kruidvat of zo. Hè? Dan heb je ook zo'n machine. Maar uiteindelijk is dit natuurlijk, ja... Als je veel foto's verwerkt, en dat doe ik, is dit een goede koper. Ik heb hem ooit in de uitverkoop gekocht. Dus ja, ideaal. Oh, hij is schuin vastge... Nou, niet echt een ramp. Zo, zo, zo. Deze hier. En ik wil die kerstboom nog ergens kwijt. Hier heb je ook een heleboel nieuwe van, hè? Leuke kerstboompjes. Maar ik had deze nog. Ik denk, ja, goed genoeg is goed genoeg. Ik denk dat ik die hier uit wil laten komen. Zo. En hier wil ik nog iets in kwijt. Deze hier en deze hier. Die daar. Kijk, kunnen jullie het nog een beetje volgen? Zo'n printer kost normaal gesproken uit mijn hoofd 119 of 129 euro. Ik heb hem alleen voor 99 ooit in de uitverkoop gekocht. Dus ik had een beetje mazzel. Dus daar heb ik hem voor gekocht. En je moet af en toe nieuw printerpapier. En dat koop je dan in combinatie met het. Het inkt, de inkt cartridge, om het zo maar te zeggen. Is het papier op, is het inkt op? En dan moet je even goed naar kijken waar je die koopt. En die kost ongeveer 27 euro. En dan heb je 100 vel, volgens mij. En per vel heb ik dus 4 foto's. Dus ik kan 400 foto's ongeveer dan mee uitprinten.
Maar vaak zijn het er meer omdat ik ook vaak 8 doe. Nou, deze nog. Ik heb nog een hele leuke paperclip. Volgens mij zijn mijn kinderen nog niet klaar. Het duurt en het duurt. Ze nemen het ervan, volgens mij. Paperclip kan ik hier wel op doen. Die heb ik vorig jaar gekregen van iemand of zo. Dat is wel leuk om te gebruiken. En ik kan hier. Dat is niet leuk. Nee, is niet leuk. Ja, je kan hier natuurlijk ook nog zoiets op doen en dan een tekstje erop plakken. Maar ik heb hem voor 99. Uiteindelijk in een sale. Nou, dan is deze wel een beetje dik voor wat ik ga doen. Maar mijn naaldflesje doet het niet. Maar er zaten ook van die enhancers rondjes bij. Die ga ik even om de gaatjes doen. Oh, dan moet er ook nog eentje douchen, hoor ik. Ze zijn echt traag. Ze nemen het er even van, omdat ik aan live ben, het gaan ben. Ze waren wel onwijs lief gisteren op onze trouwdag. Want we hadden dan een cadeau gekregen dat ze geen ruzie zouden maken en lief voor ze elkaar zouden zijn en goed zouden helpen. En ik moet zeggen, hebben ze ook goed gedaan. Was een mooi cadeau, hè? Een dag zonder. Nou, hebben ze niet zo vaak ruzie, maar. Oops, ja. Vandaag ook niet, dus zag. Maar dat was lief bedoeld. Zo. Kijk hoor. Ja, Kira heeft de sprocket. Ja, die heb ik ook gehad, maar daar was ik niet zo. Ja, sommige mensen zijn echt heel blij mee, zoals jij. Maar ja, ik heb meer met de selfie. Ja. Je moet gewoon lekker doen wat je zelf fijnste vindt, denk ik dan. Als die foto's maar mooi worden. En dat wordt het allemaal, dus dan is het prima. Kijk, zo. En dan ja, is het eigenlijk even een kwestie van, oh ja, wat ik nog misschien wilde doen. En ik denk dat dat misschien wel leuk is. En dan kan ik het ook meteen even laten zien. Zet alleen even waarop. Deze, denk ik. Ik wil hier met, dit is de stempelset van Janine's Mindful Arts. Er zitten ook cijfers in. Dan ga ik toch weer heel even mijn plakpapier erbij pakken. Ik dacht, als ik nou met wit, want ik kan wel schrijven met wit, maar dat wordt nooit echt wit-wit. Maar als ik nou met embossingpoeder daar een cijfer op doe, ik weet niet of het gaat, want het is wel erg priegel, maar ik ga het gewoon proberen. En dan moet dat wel gewoon met witte embossingpoeder. Niks bijzonders. Waar is mijn Versamark? Hier is mijn Versamark. En dan was het gisteren 6 december, dus de 6. Kijken, oh, dat past natuurlijk niet, dus te klein. Misschien dat ik het wel gewoon op het papier zelf kan doen. Of hierop. Oei, dat is ook wel leuk. Op het kerstboompje. Ik ga jullie allemaal vragen over die printer. Ik ga hem gewoon even bijpakken. Snel, het is niet. Dat ik hem zo nodig moet promoten of zo. Maar als ik er zoveel vragen over komen, dan wil ik hem wel even bijpakken. Het is een kleintje. In de doos. Zo, de doos even weg. Dit is hem. Als je de stempelset kent, mijn hand, dan is dit hem. Ja, hanteerbaar kleintje. Dan doe je hem open, doe hier het papier in en dan is het printen vanaf de telefoon. Zo, nou, ik ga weer zitten.
Het grotere hart is ook wel leuk. Inderdaad. Ja, ik ga het grotere hart doen. Dat is ook leuk. Even kijken. De 6. Want als je dat dan met embossingpoeder doet, dan wordt het gewoon echt heel mooi wit, dacht ik. Een beetje een gepriegel waarschijnlijk, maar ik denk wel dat het leuk wordt. Het is wellicht de moeite waard om even te proberen. Als het niks is, dan is het niks. Zo. Poeder weer even terug. En zo merk ik dat ik stiekem best wel vaak embossingpoeder gebruik. Omdat ik het gewoon altijd een leuk detail vind of zo ergens op. Dan deze. Even lawaai nog. Als het goed is, is hij snel warm. Ja. Hij is er al. De 6. Oh, dat is echt leuk. Nou, ik ga snel plakken, want dan ga ik weer ook zwaar over de tijd heen natuurlijk. Hier. En ik wil ook nog december ook nog ergens kwijt. En ik merk dat ik geen tijd meer heb om dat te doen. Dus ik ga gewoon alvast even plakken. Wat je ook nog zou kunnen doen. Ja, mijn hoofd loopt altijd over van de ideeën. Is met washi tape nog iets doen. Tussen bijwerken. Gewoon een stuk washi tape ergens plakken. Dat is ook altijd leuk. Ik baal een beetje dat mijn naaldflesje het niet doet. Maar ik ga mijn best doen met deze. Ik moet ooit eens gaan stansen met van dat dubbelzijdig tape meteen erachter. Dat het een soort sticker wordt. Ik heb dat in huis en ik heb het echt nog nooit geprobeerd. Ernstig, ik weet het, maar is, op de een of andere manier zit dat er niet in. Ik zit uit beeld te werken. Zal we in beeld komen? Ja. Oh, die kleine naaimachine. Ik kan totaal niet omgaan met een naaimachine, denk ik. Want die kleine naaimachine zat ik zo over te twijfelen. Wel niet. Maar lijkt me wel ideaal voor papier. Ja, dat flesje staat op zijn kop. Maar toch raakt hij af en toe een beetje... En vaak als je even doorprikt, dan is het wel weer over. Gek genoeg. Deze... Zoveel mogelijk. Aan deze kant. Stelletje mag er wel bovenuit. Het trekt een beetje krom. Het is notabene 300 gram papier. Maar dat zo zie je maar. Kan soms ook een beetje krom trekken. Die. Ja, blijf plakken. Die hier, waar is mijn 6? En dan zal ik dat woord december nog wel los erbij doen. Nou, het wordt weer een leuke bladzijde zo. De 6. Deze komt hier. Die komt daar, maar dan wil ik nog een touwtje doorheen eerst. En ik wilde onder wilde ik nog de kerstboom. Beetje water in het flesje doen. Ja. Misschien ook wel een plan. Kijk, zo komen we, als we zo helpen we elkaar weer allemaal aan ideeën. Ideaal. Ik heb het ook niet zo heel vaak hoor, maar toevallig nu even. Niet zo handig op de oxide met het lijm. Maar dat is dan met het grovere lijmflesje. Zo. Nou.
Het is weer een vrolijke pagina zo, stiekem. Die komt hieronder. Nou. Die komt daar, komt er net tussenuit pieken. Ik denk dat ik er wel aardig ben. Kijken of er nog meer te gebruiken is. Deze wilde ik hierboven nog ergens doen, denk ik. Misschien wel hierop. En ik wil hier ergens nog het woord december, maar dat komt. Dicht. Je hebt nog die pijltjes, die kun je ook nog verwerken. Die kan ik hier nog wel opplakken, een stukje afknippen. Het is wel een, het wordt een gezellige boel zo. Nou, ga ik allemaal nog vastplakken. Zo, nou. Ja, van die clue sheets inderdaad. Ja, dat is inderdaad om erachter te doen. Nog nooit gedaan. Ga ik toch eens een keer proberen. Lijkt me toch wel ideaal. Ik ga nog even verder vreubelen, denk ik, morgen. Ik heb ook nog van die hele leuke, die had ik ook nog. Soms, wat ik zei, hè, soms moet je gewoon gebruiken wat je nog hebt. We hebben veel te veel, dus we kunnen nog van alles gebruiken. Van die houten sterretjes, die kan ik ook nog wel piek maken of zo. En dan hier een paar van die losse sterretjes her en der erop plakken. Dat is ook wel leuk. Nou, zo zie je. Heb je best wel snel nog weer een hele leuke bladzijde erbij. En ik zal dit weer bewaren voor een volgende keer. Want het is ook nog zo'n leuk pocket gebeuren wat erin kan. Nou, het is een heel verhaal weer. Maar ik denk dat ik er ben. Hey, ik ga jullie ook weer bedanken. En ik hoop dat het deze keer goed af kan sluiten. Yvonne die zei vorige keer tegen mij van je was nog te horen. Terwijl ik op stop had gedrukt. En op de een of andere manier is het dan niet opgenomen. Maar ik ga gewoon proberen om nu ook weer af te sluiten op de goede manier. En ik hoop dat jullie dan ook, dat het ook echt afgesloten wordt. En dan hoop ik jullie snel weer te zien. Ik denk dat ik er volgende week maandag weer ben. En dan, ja, vanaf eind volgende week hebben we nog een leuke verrassing. Dus dan zullen jullie ons ook wel weer horen en zien. En dan is misschien ook wel leuk om te vertellen dat ik waarschijnlijk in januari mijn allereerste online workshop ga doen. Eigenlijk mijn allereerste workshop die eigenlijk in de winkel zou plaatsvinden. We zijn bezig met kijken wanneer. Dus ja, er zit van alles leuks aan te komen. Hè? Ik ga jullie heel erg bedanken. Tot de volgende keer. Doei doeg!